ga een wortelsoepje maken. Ik ga dat heel mooi afwerken met amandelschilfers en gebakken wortelsliertjes. Voor de soep ga ik look en ajuin aanstoven. Maakt niet uit als er nog een paar dikkere stukjes tussen zitten. De soep wordt toch gemixt. Ik ga dat aanstoven in een beetje olijfolie. Onze rijstmak erbij. We gebruiken de rijst in plaats van aardappelen om onze soep mooi fluwelig te maken. Nu mogen de worteltjes erbij. Ik heb gekozen voor een zakje. Als dat wat aangestoofd is, dan mag de bouillon erbij. Ik ga nu kruiden, peper en zout en een beetje notemuskaat. Voilà. En dan gaan we nu laten koken. En ondertussen maak ik de garnituur. Dus voor de garnituur maak ik dunne sliertjes van een wortel. En dat gaat heel gemakkelijk met een dun schiller. Die gaan we aanstoven in olijfolie. En als je ziet dat de wortelsliertjes een beetje zachter worden, dan mag je ze eruit halen. Die houden we even opzij. En dan moet ik nu nog enkel de amandelschilfers bakken. Ik ga dat doen zonder vetstof in een antikleefpan. Voilà, die zijn ook klaar. En dan gaan we nu naar de soep kijken. De soep is ook klaar. En onze soep is klaar. En is mooi fluwelig, dat is door die rijst. En dan nu de afwerking. En onze soep is klaar. Ze ziet er niet alleen lekker uit, ze is ook lekker.